Maar vroeger wou ik echt hermelien haar. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag 21 juli. Vandaag zijn we de Vlaamse feestdag. En ik ga deze morgen naar de rommelmarkt, want er zijn blijkbaar twee rommelmarkten in Ieper. Eerste rommelmarkt voltooid, één iets gekocht in de straat waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat er rommelmarkt in lag. Namelijk dit boek. Toen ik mijn boekenkast aan het opruimen was, dacht ik eigenlijk vind ik mijn Harry Potter boeken die ik nu niet heb eigenlijk niet zo heel mooi. En toen vond ik deze en deze gaan er super veel leuk uit. Maar een nieuw set kost echt veel geld. En nu heb ik één boek voor 2 euro. In de bon, in de krant staat er een bon voor gratis frietjes bij aankoop van 2 euro. Dus ik heb frietjes gekocht en een kaaskoek. Hey, op de rommelmarkt heb ik niet alleen het boek van de Stenige Wijze gekocht van J.K. Rowling, maar heb ik ook nog iets anders gekocht. Namelijk dit spel. Dit is de Disney versie van Trivial Pursuit. Ik hoop, er zit een DVD bij, maar ik kan het denk ik ook zonder DVD spelen. Allee, ik hoop het toch. Het is voor 2 tot 24 spelers vanaf 8 jaar. En het heeft heel wat vragen voor Disney. En het is in het Nederlands, dus dat is ook wel een voordeel. Een van de vragen is bijvoorbeeld, wie is de leeuwenkoning aan het einde van deze film? Een andere vraag is, welk soort spelletjes geeft Scar een hekel? Wie zou volgens Zazu een mooi vel voor op de vloer zijn? Maar ook aan welke soort aaseester leende Whoopi Goldberg haar stem in de Engelstalige filmversie uiteraard. In de filmversie van 1994 en niet de filmversie van 2019. De pionnen zijn zo leuk. Je hebt deze van Toy Story. Je hebt Bambi. Je hebt een redelijk lelijke versie van Sneeuwwitje. En Mickey Mouse, of course. Oké, okay, het is nu 10 voor 1 tijd om te gaan werken, want ik moet nog fietsen naar daar uiteraard. Net klaar met werken, nu vlieg ik heel vlug naar Ieper, want het is Pokémon Go Community Day met een Madcap. Ik ga deze ook gebruiken om onderweg naar huis te rijden. Het is redelijk veilig aangezien dat het maar dit is. Het zit helemaal vast. En ondertussen kan ik Pokémon's dus dat vangen. Dan ga ik me weer rot irriteren aan de hoeveelheid donderbeesten neerzetten. Hoor je dit? Al die insectjes. Ik zit trouwens echt helemaal onder de donderbeesten. Heel fijn, want dat kriebelt en ik zie niks meer door mijn bril, omdat er zo twee vlekken, zwarte vlekjes op zitten. Ik ben net thuis, want ik heb nog een uur voor Community Day Pokémon's gevangen. Community Day is een dag waarop tussen 4 en 7 in bepaalde Pokémon heel tijd voorkomt en ook shinies heeft. En als je de Pokémon evolueert, krijgt hij ook een extra eigenschap mee. Vandaag was het voor Mudkip. Dus zo. Ik ga die anders even hier laten zien hoe die Pokémon eruit ziet. En ik heb één shiny Mudkip.
Heel veel andere gevangen. En daarna heb ik een raid gedaan. Voor Mewtwo. Mewtwo kennen jullie waarschijnlijk wel. Maar anders zal ik die ook even hier zetten. En ik heb die gevangen. Dus ik ben super blij. Raid is eigenlijk dat heel veel mensen tegelijk tegen één Pokémon vangen. Vechten met hun Pokémons. Dus nu waren we met 7 voor die raid. En ik heb vanmiddag ook een raid gedaan met 12 voor een andere Pokémon. Dus dat was wel heel tof. En nu is het 7:40. En nu ga ik vlug nog even tv kijken. En iets eten. Want morgen begin ik met het 5 uur avontuur. Samen met Cynthia van Cynthia.nl. En nog heel wat meer van haar lezers. En daarbij gaan we om 5 uur opstaan. En dat betekent ook dat ik niet tot... dat ik voor 9 uur in mijn bed wil liggen als ik nog wil lezen. Dus. Wat eet ik trouwens vanavond? Een boterham met verse light smeerkaas. Een light kaas en tomaatjes. Terwijl ik naar Once Upon a Time kijk. En sinds afgelopen vrijdag namelijk verslaafd aan Once Upon a Time. Even mijn raam opgezet, want het was hier echt veel te muf. En nu heb ik ook nog een klein beetje verkoeling. Ik ga mijn gsm opladen en ik ga mij omkleden. Hey! Ik was nog even mijn tanden vergeten te poetsen, dus dat ga ik nu doen. Kijk, ik zit precies in een hotel met zo dat licht en die dingetjes. Dat zei Katrien altijd van wacht eens even. Als je naar wacht eens even keek, kom het daar. Eerst plot. Mijn haar is een beetje ontploft. Het kan niet zo goed tegen de zomer. Het is super droog en zo en nog meer frisie dan anders. En ja, het nadeel is ook, ik ga gaan zwemmen en dat doet mijn haar niet echt veel deugd. Dus ontploft. Mensen zeggen trouwens altijd dat ik Hagrid haar heb. Maar vroeger had ik echt hermelien haar. Maar nu gaan we slapen, want dit is nog steeds mijn wekker. Klaar voor het 5 uur avontuur.